ik heb zo vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van. Begreep er helemaal niks van. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van. Begreep er helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig. Maar ik ben daar niks van. Helemaal niets van. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat maar niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Zat altijd te krabben. Echt wel. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet nog wel, ja. Weet nog wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olilie Sjaal, Laura Essie Jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieuze koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreselijk. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas, ik moet pissen. Lucas moest altijd pissen. Ik moet pissen. Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen. Hij moest altijd pissen. Zijn blaas was te groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen, was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik dat echt. Ik wist gewoon niet wat. En dat was leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was aan de directeur en zegt: ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van. Had de directeur gezegd: wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen. Nou. En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En hij ging onvast voort. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel even de aandacht? Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwamen te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden. Ik ben er beneden van, ik ben er beneden van. Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan elkaar. Ik ben er niks van. Ik ben er Harm, ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Harm, ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Harm, ik ben er niks van. Wendy, ik kan prima zelf orde houden. Ik ben er niks van. Nee, Wendy wil orde houden. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Even rustig. Ik ben er niks van. Even rustig. Oké, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we eens gewoon. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha. Dat is helemaal niet grappig. Kut, Kees, die ben ik vergeten, of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Jezus, is toch wel lekker. Jezus. Haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we. Dus. Ik ben er niet van. Even rustig. Ik moet pissen. Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen. Ik ben er niet van. Nee, Lucas moet plassen. We zijn maar niet grappig, zeg maar niet. Even rustig. Ik ben er niet van. Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja. Ik ben er beneden van. Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dat is helemaal niet grappig. Check hem niet. Jongen, even rustig. Als je doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen. Neuken, jongen. Even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen.
En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten. Waar is Jochem? Hé, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven? Bij Jochem was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar.